Jongens en meiden, welkom bij een nieuwe video. En ik ben niet alleen, dat kun je zien, want dit is Imre. Hoi. Imre, wil je even voorstellen? Ik ben Imre, ik ben 18 jaar en ik doe nu examen, want ik zit in HAVO 5. Ja, en je hebt net je eerste examen gehad, Nederlands, hoe ging dat? Ik denk wel goed, maar met Nederlands kan het of heel slecht of heel goed gaan. Dus, ja, het is nu donderdag, jullie kijken dit volgende week dinsdag. Gisteren was het VWO, ik zag maar heel veel klachten over. Ja, 21.000. Ja, volgens mij toen ik net keek waren er zelfs al 25.000 klachten. What? Heel erg veel. Denk jij dat jij een klacht zou indienen? Ik denk het niet. Nee, hè? Nee, ik heb wel genoeg tijd gehad. Ik heb zelfs tijd gehad om mijn antwoorden nog even na te kijken. Ja. Dus ik niet. Nee, gelukkig maar. Het was dus op zich wel te doen. Ja, het was voor mij wel te doen. Je doet voor de tweede keer eindexamen. Niet omdat je vorig jaar gezakt bent, maar omdat je eerst VMBO-examen hebt gedaan. Ja, dat klopt. Dat is nu 4 jaar geleden. 3 jaar geleden. 3 jaar, ja. En ik heb wel het idee dat ik, doordat ik alles examen heb gehad, wat meer wist wat er gekomen zou gaan. Ging je daar wat geruster het examen in? Ja, toch wel. Ja, dat geloof ik ook wel. Je weet een beetje van hoe en wat en wat verwachting was. Ik was natuurlijk even in examenzaal. Dat hebben jullie in de vorige video kunnen zien. Ik vond dat heel indrukwekkend. Ja, dat is die hele grote zaal met al die stoeltjes. Het zijn heel veel leerlingen. Er doen ook iets van 300 leerlingen bij ons op schoolexamen. Ja, zoiets. Nou, op een duur zitten die gewoon bijna allemaal bij elkaar in die gymzaal. Dat is best wel een dingetje natuurlijk. Ja, nu staat heel HAVO dus bij elkaar. En iets van 15 VWO-leerlingen. Dus de hele zaal staat vol. En je gaat nu straks, ben je straks klaar met je eindexamens. Wat ga je als eerste doen als je klaar bent? Slapen. Slapen. Relaxen, slapen en ik ga gewoon vieren dat het voorbij is. En hopen dat er geen herexamens komen. Nou, inderdaad. Ja. Hoop ik ook voor je. Duimen voor de uitslag. Duim voor uitslag, zeker. We gaan allemaal duimen, hè? Allemaal, doe even een duimpje omhoog vast met video als je duimt voor Imre. Yes.